waarschijnlijk winnen. Wie is zij? Ja, zij is lang echt op de zeer rechtse flank een kleine partij geweest. Mm-hmm. Zij is zeer conservatief. Heeft het altijd over de echte familie. En is vooral voor de Italianen. Dus eurosceptisch wel in die zin dat ze heel erg nationalistisch is. Dus ze zegt ook op die pleinen, waar ik ook bij heb gestaan, zegt ze nee, we gaan eerst aan Italië denken. En misschien zijn ze Europa bang, zijn ze voor ons. Maar dan zijn ze bang voor een sterk Italië. Ze is een geweldige spreekster. Ze krijgt zo'n plein en ze heeft heel Italië doorgereisd. Ongelooflijk goed mee. Dus het gaat 45 minuten een overtuigend, goed opgebouwd verhaal te vertellen, is gevat. Dus als er iemand iets uit de zaal roept, dan weet ze daar een heel grappig antwoord op terug te geven. Ze spreekt met een vet Romeins accent. Ze probeert heel erg de vrouw van het volk te zijn. Maar ze heeft wel natuurlijk een achtergrond die wel wat twijfels geeft. Hoe groot zijn die twijfels? Want er worden vergelijkingen gemaakt. Ja. Is de Trump van nu, de Mussolini van toen? Ja. Wat is daar waarvan en hoe relevant is dat? Nou, ik vind de Trump van Italië vind ik een terechtere vergelijking dan de Mussolini van nu. Kijk, zij heeft nooit, en er is in haar partij, zijn er wel groeperingen die echt daar nog in geloven. In Italië is er wat meer, nou ja, op zijn zacht gezegd, nostalgie als het gaat om het fascistische hoofdstuk van Italië. Om nou te zeggen dat zij een fascistische leider is. Ze heeft wel een wat ingewikkeld verleden. Ze heeft er nooit heel erg afstand van genomen. Ja, ik vind haar geen Mussolini. Nee.